Het internationale Kaapverdiaanse model Tania Christina is momenteel in Suriname op vakantie en maakte direct van de gelegenheid gebruik haar kennis te delen met collega's. In het weekend verzorgde ze een training in Eco Resort Inn over waar je als model rekening mee moet houden. Christina is al ruim 10 jaar model en werd onlangs ook African Top Model 2016. Ze weet daarom als geen ander dat het modellenwerk niet makkelijk is. Ze heeft een periode gehad dat ze veel opdrachten had en dan weer een periode van veel afwijzingen. Tijdens de trainingen ging ze onder meer in op hoe je als persoon moet omgaan met deze uitdagingen. Ook het verschil van lopen tijdens een modeshow en een misverkiezing, als ook hoe je als model jezelf moet profileren, kwamen aan de orde. Reken nou, dat je sowieso afwijzingen krijgt, keer op keer. Je krijgt waarschijnlijk meer dan dat je opdrachten kan krijgen. Dat betekent niet dat je moet opgeven, je moet altijd doorgaan. Je moet altijd geloof in jezelf hebben. Het is ook belangrijk om connecties te leggen met andere modellen, maar ook met fotografen, casting directors, andere creatieve mensen, om een groter netwerk te hebben. En ook op die manier je portfolio ook uit te breiden. Het is belangrijk dat je ook bekijkt van oké, ken de markt goed, waar ben je goed in? Als jij bijvoorbeeld niet volgens de Europese standaarden de maten hebt, waar kan je dan wel in groeien? Bijvoorbeeld reclames of andere, bijvoorbeeld African Fashion, waar ze de andere maten dan hebben. Dus dat je ken de markt goed en kijk ook van wie je als voorbeeld neemt bijvoorbeeld. En kijk ook wat je ook als andere talenten nog kan hebben. Christina heeft veel talentvolle modellen in ons land gezien en gesproken in de afgelopen periode. Graag wil ze een bijdrage leveren aan het helpen ontwikkelen van de sector en anderen ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Ik heb veel potentiële modellen gezien, vooral mannelijke modellen waren hier echt goed. Ook eentje is gecast of gezien door een agency in Amsterdam. Maar ik zou graag vaak hier willen komen om Suriname Fashion Week bijvoorbeeld meer internationaal op de kaart te kunnen zetten. Dat is ook goed voor Suriname zelf, ook voor het toerisme en voor het land zelf. En ik zou graag willen uitbreiden en ook misschien connecten met bijvoorbeeld Ghana Fashion Week. Is ook daar heel groot. En op die manier dan modellen dan rond te sturen. Suriname heeft potentie dus? Ja, zeker. Zeker. Heel veel, ik heb veel modellen gezien. En veel creativiteit heb ik gezien, ook niet alleen in de modellenwereld, maar ook in poetry, in het organiseren van feesten, muziek. In de afgelopen korte tijd dat ik hier ben gezien, heb ik echt veel talent gezien. En ja, de Suriname, als ze daar nog meer in investeren, kan het echt groter worden en groeien. Tot zover het internationale Kaapverdiaanse topmodel Tania Christina, dat ze momenteel op vakantie is in Suriname. In het weekend verzorgde ze een training voor modellen in Eco Resort Inn.